twee mannen voor een toerrit in Saint-Étienne. Waar Okkers, Brakke, Walter Godefroot en Ludo Dirkses een etappe wonnen. Waar Hinault zijn laatste etappe in zijn toergeschiedenis won. Ook Armstrong deed dat. Saint-Étienne is een wielerstad. Een Duitser tegen een Spanjaard. Een Asturier. Ze gaan surplus. Een Asturier heeft ontzettend veel eergevoel. Nog meer dan de doorsnee Spanjaard. Ze hebben Spanje recht gehouden, zeggen ze in hun geschiedenisboekjes. Snelheid volledig weg. Dat komt volgens Hans de Klerk de Spanjaard ten goede. Paredo, Burkhardt, BB. Alles nog eens vastgespen. Niks aan het detail overlaten. Nog 500 meter. Nog eens even omgekeken. Nee, er is niks op komst. Ze zitten nog altijd op 4 minuten. Nog 450 meter. Het wordt een korte sprint. En nu gaat Burkhardt het tempo schijnbaar opdrijven. Weer een schijnmanoeuvre. Barredo houdt de controle. Burkhardt omkijken. Op naar die laatste flauwe bocht. Nog 300 meter. Bijna vanuit stilstand. Bloed stollend. Voor een toerrit. Voor de eer. Opletten voor verkeerde manoeuvres. Nog een goede 200 meter. Wat wachten ze lang? Wat wachten ze lang? Wie durft? Wie heeft het lef? En nu gaan ze toch. Nu gaan ze toch. Met z'n tweeën naast één. En Burkhardt. Burkhardt met die snedige demarrage van hem. Die liet hij ook al onderweg zien. En Burkhardt kan die Barredo afhouden. Barredo komt hier nog uit het wiel. Nee, hij komt er niet meer uit. Burkhardt wint hem voor Barredo. Ja. En die vloekt zich de ziel uit het lijf.